Wat mensen vaak niet weten is dat je bij een voordeur een tochtstrip kan maken die automatisch omhoog en omlaag gaat. Meeste mensen die gaan dan een tochtstrip kopen bij de Gamma met van die haren. En die schroef je erop en die slepen dan aan. Dat niet helemaal afsluit. En ja, het is een hele gemakkelijke manier om dat even erop te schroeven, van lengte te zagen. Maar je hebt tochtstrippen van verschillende lengtes. Ik heb hier als voorbeeld eentje van 93 centimeter en eentje van 83 centimeter, dus een 83 deur. Mocht die nou tot 10 centimeter verschillen zitten, kan je er nog 10 centimeter afzagen. Dus je moet even kijken hoe breed de deur is en daar moet je zo'n strip voor kopen. Ik ga die kleine ga ik eens uitpakken. Even laten zien hoe dat er nou uitziet. Ik heb hier een voorbeeld die breed is. Ik heb ook wel eens in de praktijk ontmoet dat je hele smalletjes hebt, maar dat is echt zijn ondingen. Die krijg je vaak bij een deur al aangeleverd. Gooi die maar gelijk weg. En koop deze. Deze is van het merk Kelfort. Maakt niet zoveel uit. Kijk, en dan zit hier een rubberen strip. En er zit aan één kant een soort staafje dat moet eruit kunnen. En dat moet met een schroevendraaier er gewoon uitgedraaid worden. En als het goed is, zit er wel een soort schroevendraaitje in. Even kijken. Er zijn allerlei spulletjes bij. Kijk, er zit een heel klein schroevendraaitje. Dat laat ik even zien. En dat past hier in een schroefje. Even kijken, als je nou erin draait, rechtsom, dan komt er een wieltje uit. Kijk, een klein wieltje. En als je dat wieltje indrukt, dan gaat dat stripje eruit komen. En hoe functioneert dat nou? Laten we zeggen dat dit de onderkant van de deur is. Die deur loopt natuurlijk door. En dan kan je deze strip erop schroeven. Er zitten schroeven bij. En die passen hier in deze gaatjes. Ja, dus met een bol kopje. Dus een beetje speciale schroefjes. En dan moet je hem zo ver erop schroeven dat hij als hij een hele grote kier heeft, moet je hem niet helemaal gelijk met de deur maken, maar ietsje laten uitsteken. Dat hij niet aansleept als hij dicht is. En dan, als dit nou zo in de beide sponning terechtkomt, dan heb je plaatjes voor die je in de sponning schroeft, waardoor die door dat plaatje naar buiten gedrukt wordt. Dus de deur die gaat dan, moet je even voorstellen, bijvoorbeeld zo open en dicht. Dus hier heb je een sponning die er overheen gaat, want die staat aan de binnenkant, hè, van de deur. Aan de binnenkant in de gang van de voordeur. En dan zit die sponning, die kan je dan zien, die zit aan de binnenkant. Hier zie je het naadje van de sponning. Dus als je er bovenop hebt, zit hij in de lucht, want hier eindigt de stijl. Dus dan moet je dat plaatje hier in die ding maken. Moet je even goed kijken hoe dat nou precies zit. Zo'n plaatje. Ik doe het namelijk nooit zo. Maar er zit een handleiding bij. Dus dan weet je precies wat je moet doen en waar de plaatjes voor zijn. En wat ik dan doe, is die deur eruit halen en ik zaag met een invalzaag hier een sponning uit de dikte van dit
profiel, dat hij er zo in komt. En wat is daar het voordeel van? Dat ziet er, behalve dat het er mooier uitziet, gaat dit dingetje, dat rolletje, komt in de sporting terecht. Dus als je hem open hebt, dan is hij in de ruststand en gaat die deur dicht, dan wordt dit naar binnen gedrukt door middel van de sporting. En dit kan je natuurlijk zo in- en uitdraaien naar de maat die je nodig hebt. Niet te strak afstellen, dat hij te vroeg naar buiten gaat of te hard te snel, want dan gaat het rubberen stripje heel snel slijten. Je kan die rubberen stripjes loskopen, dus je kan het wel laten vernieuwen. Dus dat is niet echt een probleem, maar daar zie je ook niet op te wachten. Dus, heb je een invalzaag met een liniaal, zoals van Vestel, en dan kan je zo, en dan zaag ik steeds gleufjes, dat heb ik ook laten zien met het met dat apparaat met die vogel, die timmertip, heb ik dat laten zien hoe ik dat deed. En dan kan je dus met de invalzaag, dan begin je aan de buitenkant, dan heb je met de liniaal de meeste steun. Begin je hier, dan krijg je steeds minder steun met de liniaal, dus begin je hier. Dan ga je steeds opschuiven tot aan de lijn van de hoogte van deze strip. En dan kan je de rest, als die losse stukken of die delen die overblijven van die zaagsels, die hak je dan weg. Kijk, ziet het aan de binnenkant maar glad eruit. Hoeft niet helemaal mooi te zijn. Daar komt deze strip natuurlijk weer in. Dus dat zit ook niet te wachten op een eerste prijs op schuurwerk.